De renovatiewerkzaamheden van de Stichting voor het Kind, Stifoki, zijn gisteren gestart. Dit zei Giovanni Seggen, voorzitter van de Stichting SuEed, na het tekenen van de overeenkomst met de staatsoliemaatschappij Suriname voor de toegezegde 470.000 Surinaamse dollar. De SuEed-voorzitter geeft verder aan dat het een groot moment is voor beide stichtingen, omdat het geld is ingezameld om te renoveren. Stifoki is in 2006 gesloten wegens financiële omstandigheden. En als de renovatie helemaal rond is, kunnen er weer kinderen worden opgevangen. Wat het liefst eerder kunnen starten, maar er gaat natuurlijk een hoop administratief werk aan vooraf. We moesten allereerst een overeenkomst met Staatsolie tekenen. Die hebben 470.000 SRD gedoneerd. Maar dat geld krijg je dan niet de volgende dag op je rekening. Er moest een overeenkomst komen. Daarin is ook afgesproken dat het geld niet, ook nu niet, direct op de rekening wordt gestort. Maar naar gelang het werk vordert en er facturen van de aannemers zijn, wordt het geld overgemaakt vanuit Staatsolie naar SuEed. En wij betalen het rechtstreeks aan de aannemer. Naast het contract dat is getekend met Staatsolie, is er ook een contract getekend met Stifoki, zegt de voorzitter. Waarin SuEed formeel zegt van wij gaan de financiering van de renovatie op ons nemen. En aan de andere kant zijn er contracten getekend tussen Stifoki en de aannemer. En Stifoki en de directievoerder, dat is het bedrijf dat toezicht houdt op de werkzaamheden. En garandeert dat het werk kwalitatief goed wordt gedaan. En dat ook het financiële gedeelte klopt. En de aannemer heeft aangegeven dat hij binnen 6 maanden hoopt het werk te kunnen opleveren. Het valt wel een last van je schouders af, omdat je een heel traject hebt afgelopen om uiteindelijk op het punt te komen dat de werkzaamheden echt kunnen beginnen. Dus dat is voor zowel Stifoki als voor SuEed heugelijk nieuws. We hebben belangstelling, wij financieren het project. SuEed en met wij bedoel ik dan ook Suriname, want Suriname geeft het geld. Maar we hebben geen verstand van bouwwerkzaamheden. Daarom is er een directievoerder, het bouwbedrijf Kiesel. En die doen de directievoering kosteloos. Giovanni Seggen, voorzitter van de stichting SuEed. Hij sprak vanmiddag over de start van de renovatiewerkzaamheden aan het gebouw van de Stichting voor het Kind.